We zijn één eruit. We zitten nog niet bij de vrouw. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat al die mensen dus toch bezig gehouden worden. Ik ben zelf ook 74 en dan vind ik het ook wel leuk om toch een beetje aan de gang te blijven. Nou, en anders zit je maar thuis en nu is het hier een hele leuke bijeenkomst om zo met elkaar iets te doen. We hebben natuurlijk met Score in de Wijk hebben we heel veel projecten. We hebben met name projecten voor verschillende doelgroepen. Nou, we zijn een paar jaar geleden zijn we ook gestart met walking voetbal. Vanuit het walking voetbal ontstond op een gegeven moment beweging en balans. Maar we merkten toch dat er steeds meer ouderen waren die eigenlijk wat wilden gaan doen. Hè. Dus dat de behoefte is aan contactmomenten, dat ze mensen elkaar willen blijven ontmoeten. Nou, toen dachten we van misschien is het een biljartproject, hè, maar mensen kunnen niet allemaal voetballen. Nou, dus biljart is laagdrempelig. Dus we hebben gezegd, dan starten we met het project Heya de Keu, een biljartproject. Maar langzaamaan hebben we toch steeds meer dat we gaan, biljarten is niet alleen, het is ook praten. Als mensen willen praten, prima. Als mensen willen schudden, boelen, prima. Dus we hebben eigenlijk gezegd van, Heya de Keu, er zijn eigenlijk laagdrempelige seniorenactiviteiten. Het is echt puur een aanleiding om gezelligheid op te zoeken. Gaat het goed hier? Jammer. Gaat het goed hier? Dat gaat heel goed. Ja? Ja. Wat heeft u nou doen bewegen om hier zo naartoe te komen en mee te doen met biljarten? We zijn één eruit. We zitten nog niet bij de vrouw. Ik heb geregeld gekeken op de biljartclub zijn in Enschede, maar dat is er heel weinig hoor. Heel weinig. Ja, ja. Het was verder niks. Dus het enige wat overbleef, dat was dit. Zo, hoe gaat het hier? Prima. Ja? Ja hoor. Ik deed het voor de tijd ook en er was op dat moment niet, want datgene waar ik dus was, dat gebouw werd verbouwd. Oké. Dus ik kon niet terecht. Nee. En dan kwam een van de jongens, die kwam zei van, we kunnen nou terecht hier, heeft er zin in. Ik zei nou, dat doe ik wel heel graag. Anders zit je maar in huis te kijken, dat is ook al zoiets. We zijn ook echt blij dat Eddie als de naamgever van dit project er is. Je hebt hem net zien biljarten, dus hij kan het ook nog heel goed. Als iemand als bijnaam Heya de Keu heeft, dan verwacht je, die kan heel goed biljarten. Is dat zo? Nee. Nee, het is mijn bijnaam, maar het heeft niks met biljarten te maken. Vroeger toen ik ben geboren in Utrecht. En in Utrecht had je in die arbeiderswijkjes had je allemaal een bijnaam als jongen. De ene Uppel, de andere heette Paal. En zo had iedereen zijn bijnaam. En op een gegeven moment, ik was niet zo heel groot en ik had een paar kromme beentjes en een dik kontje. En dan vonden ze precies in de achterkant van een varkentje. En dat noemen ze in Utrecht een keutje. En zo is het eigenlijk, moet je die keu zien. Er waren gewoon mensen die mijn eigen naam gewoon niet kenden. Dan stond mijn moeder bij het voetballen te kijken. En dan zeiden ze, moet je die keu zien. Mijn moeder wist dus wel dat ze mij de keu noemde. En dan zei ze van, maar wie is dat dan? Ja, dan wisten ze gewoon mijn naam niet, alleen de keu. Nou ja, vanaf die tijd is het de keu. En toen kwam ik dus uit Utrecht naar Enschede toe, met mijn 20ste. En toen dacht ik, nou ben ik er vanaf. Nou, binnen de kortste tijd was het hier weer aan de hand. We zien ook dat de sportsvereniging van Twente steeds actiever worden. En die willen steeds meer voor hun achterban, voor hun dorp, voor hun omgeving, willen ze ook graag maatschappelijk betrokken zijn. En dit project is inderdaad in samenwerking met vier verschillende sportsverenigingen opgezet. Dus Jos is hier namens de Vriendenkring, dus we hebben in Enschede de Vriendenkring. En zo hebben Haaksbergen, sportsvereniging Haaksbergen. En dus ieder dorp heeft zijn eigen sportsvereniging die ook de leden werft, op zoek gaat naar mensen. Ja, die kennen natuurlijk de achterban heel goed. Dus dan kunnen ze ook hun opa's kunnen ze vragen om te gaan biljarten. Ik wou altijd wel wat voor de vriendenkring doen. Iets terug doen voor wat ze me meegeven. En zodoende ben ik op een gegeven moment hier terecht gekomen doordat Dennis mij gebeld heeft of ik interesse had om hier een beetje te helpen op te bouwen. En zodoende ben ik bij het biljarten gekomen. Ja. Ik biljart van huis uit helemaal niet. Maar sinds 6 weken ben ik al echt een verwoed biljarter geworden. Dus, het is gezellig. Ik ben even van huis weg, even lekker bezig. En
doet het wel goed om de mensen een beetje aan uit huis te krijgen in deze tijd.